Dit is Patrick. Hij studeert in Amsterdam aan Hogeschool TIO en volgt een minor internationale uitwisseling in Dortmund. Het derde jaar van de opleiding moet je een minor kiezen en één daarvan was internationale uitwisseling. En toen kon ik uit verschillende landen kiezen en daar is Duitsland zo uitgerold. Hoe vindt u het om een paar maanden in Dortmund te studeren? Ja, top. Ik wilde graag naar Duitsland omdat ik me Duits vloeiend wilde maken. Onwijs veel nieuwe mensen leren kennen en heel veel vrienden gemaakt. En met hen ook heel veel leuke dingen gedaan. Ik vind het heel interessant om gewoon andere culturen en met andere mensen te leren kennen en alles. Dat lukt hier onwijs goed. TIO werkt nauw samen met de ISM om de minors zo goed mogelijk te matchen met de opleidingen. Ja, we hebben insgesamt 150 partnerhochschulen weltweit. Eine davon is die TIO in de Niederlanden, met denen we jetzt seit circa 3-4 jaar samenwerken. Het huis waar ik in woon, ongeveer 60% van wie daar wonen, zijn ook internationale studenten. Ook van de ISM, dus deze school. De school is echt top, echt heel erg over te spreken. De docenten komen ook allemaal echt uit het vak, ook zoals bij TIO. Als ik gemiddeld moet zeggen, volg ik 4 uur les per dag. Wat een prima gemiddelde is. Na de lessen dan ga je of nog even wat doornemen, of je gaat de stad in. Je gaat het eten, drinken. You alright? Good, good. Het is nu leuk, omdat het nu rond de feestdagen is er een hele grote kerstmarkt. De grootste kerstmarkt van Europa. In het begin spring je zo in het diepe en is alles echt nieuw voor je. Ja, dat proces van wennen hier, mensen leren kennen en in het Engels les krijgen, dat moet je zo snel mee leren omgaan. En dat is gewoon heel erg leerzaam. En top. Ja, het is echt leuk. Cheers. Cheers, guys. Cheers.